Kom op! Oké, van twee kanten. Dit is zo naar. Ga op de grond liggen. Fucking hell, van twee kanten belaagd. Ga iemand anders... Ga je moeder pesten of zo. Yo, dames en heren. Mijn naam is Don. Leuk dat je weer kijkt naar het nieuwe H1Z1 Battle Royale. Wij zijn hier weer teruggekeerd met een parachute in onze tengels. Vallend uit de lucht gaan wij er weer het beste van proberen te maken. Wil jij toevallig meer zien van Battle Royale? Dus zet een link in de beschrijving met de vorige aflevering. Dan kan je even lekker alles op je gemakkie gaan bekijken. Alleen één klein probleempje. Twee huisjes hier verderop staat iemand anders. Dus om hem te verrassen doen we deze deur gewoon dicht. Lijkt het alsof er hier nog helemaal niemand is geweest. Dan moet ik hopen dat ik echt een wapen vind. Want dan kan ik hem echt aangenaam verrassen. En natuurlijk ligt er gewoon geen enkel wapen. Ik ben zo hard. Dus Sjaak. Oké, ik ben ten dode opgeschreven. E3. En ik ren richting het zuiden. Oké, dan komen we uiteindelijk hieruit. We zijn de lul. We zijn gewoon officieel de lul. Het potje is nu al voorbij. We hebben geen wapens. We hebben alleen gas. We hebben een kompas. Een geinig hoedje. En dat is het. Le jackpot, we found it. I am very happy. Alleen er liggen hier willekeurig kogels. Oh, daar, het pistooltje lag eronder. Ik zag het geen eens. Lol. Oké, ik neem mijn woorden terug. Het staat er toch niet zo slecht voor. Maar desondanks, het mag wel alsnog even een tikkeltje beter gaan. Ja, ja. Oh, kut. Politieauto, verderop. Wat gaan we doen? Wat gaan we doen? Wat gaan we doen? Ga je in het bosje zitten hier? We kunnen op hem schieten. Of het veel goed zal doen, weet ik niet. Hello, Mr. Policeman. I don't want no trouble. Ik heb hem waarschijnlijk twee keer geraakt. Hij raakte in paniek. Misschien nog één keer. En dat was het voor vandaag. Ik vraag me af hoeveel schade ik heb gedaan. Want ik heb echt letterlijk nog nooit met een pistooltje echt volwaardig gespeeld. Eenmaal bij de weg aangekomen, komen we erachter dat hier uiteindelijk ook geen ene flikker is. Fijn. Maar we zijn nu in ieder geval op dit punt. Dus al lopen we iets verder naar het zuiden. Dan komen we in Pleasant Valley. En dan staat de wereld voor ons open. Hopelijk. Safe zone? Ah, oké, we moeten sowieso naar het zuiden. We hebben nog zeker 5 minuten om daar naartoe te lopen. Dus dat komt wel goed. Technisch gezien meer dan 5 minuten. Want het gas moet natuurlijk ook nog verspreiden. Dus we hebben genoeg de tijd. Oh, ik zie een auto in de verte. Hallo meneer de auto! Hij hoort me niet. Treurig. Ik zou moeten lopen. Nee, ik ga ook geen eens het tankstation checken. 90% dat die leeg is. Dat gok ik erop. Nog 3 minuten te gaan. Nog genoeg tijd dus. Oké, nice, nice. Dit is het woongedeelte. En hier halen we meestal wel de beste spulletjes vandaan. Oeh, kan ik hier doorheen glippen? Lol, dat kan gewoon. Foutje in het design. Er zat nog een open gedeelte daar. Dank u wel voor de AR-15. Shirtjes nemen we natuurlijk altijd mee, want die kunnen we verscheuren en dan komt het helemaal goed. Ik heb nu meer shirtjes dan moeder lief is, joh. Pot verdikke me. Oké, we gaan ons hoop vestigen op dit nieuwe pistooltje wat ik eigenlijk niet ken. Dus ik hoop dat die ons niet zal teleurstellen. Het enige pistooltje wat ik heb op het moment. Nou, ik heb er ook niet meer nodig. Eentje is voldoende. Oké, navigatiecheck. We zitten nu een beetje in dit gedeelte, I guess. Of dit. Ik weet niet exact waar ik ben. Hier ongeveer. Ze moeten nog een tikkeltje naar het zuiden tot ongeveer het water. Holy shit, we zijn gewoon een Pleasant Valley doorheen gelopen zonder überhaupt iemand te zien of beschoten te worden. Dat is een prestatie wat je niet vaak ziet gebeuren. Oké, we zijn bij het water, dus we zitten nu veilig technisch gezien. Maar om natuurlijk extra veilig te voelen gaan we even op het middelste eilandje. Want wie de fuck haalt het nou weer in zijn hoofd om daar naartoe te gaan? Ik ben de schuldige, maar waarschijnlijk ook de enige. Ik zie ook nog steeds niemand in Blackberry bosjes zitten, dus blijkbaar ben ik daar ook de enige mee. Zo. Zo. Nou, als ik dan ook nog even een scheet laat, dan heb ik zo'n beetje alle uitlatingen wat het menselijke lichaam kan doen. Ja, ik kan niet op commando een scheet laten, dus haal dat maar uit je hoofd eigenlijk. Alright, de volgende cirkel is gewoon letterlijk al waar ik zit. Maar hij gaat hoogstwaarschijnlijk niet bij dit meer eindigen. Ik bedoel, volgens mij is hij hier nog nooit geëindigd. Dus misschien is het een idee als we alvast richting de berg gaan. Dus ook richting het radiostation. En dat die omgeving als het ware... Oh, ik weet niet of ik nou beschoten word of niet. Maar in ieder geval dat we die omgeving alvast, zeg maar, securen. Ik kan het Nederlands woord gewoon even niet bedenken. Veiligstellen, I guess.
En dat we dus dat als onze basis behouden. Dus dan gok ik eigenlijk dat de cirkel daar ergens eindigt. En dat is echt een fucking klote gok om te maken. Het is altijd afwachten eigenlijk. Oké, voordat we deze berg echt volwaardig beklimmen, wil ik alvast eventjes duidelijk maken dat het een best wel groot risico is wat wij nu nemen. De kans dat er uiteindelijk iemand al bij die radiotoren zit, is groot. De kans dat de spullen al bij de radiotoren weg zijn, is nog groter. Want ja, ik denk gewoon een beetje op een logische manier na, maar ik ben natuurlijk niet de enige persoon die een beetje logisch kan nadenken. Dus de kans bestaat er inderdaad al dat alles wat er mogelijk zou liggen al gewoon weg is. En laat staan dat die persoon er niet gewoon al de hele tijd zit. Ik glij, ik ga dood. Ik ga sterven! Ik heb zo'n fucking hekel aan dit spel. Dat risico had ik nog geen eens erbij genomen. Van, oh ja, het glijsysteem op bergen is nog het meest retarded en het meest risicovolle van dit hele spel. Fuck! Vol goede moed en hopen dat we niet van een berg afglijden, starten wij eigenlijk het volgende potje. In de hoop dat onze start minder waardeloos zal zijn en dat we ook minder afstand hoeven te rennen. Want tering, dat was eigenlijk pittig vervelend. Oh god, er is een persoon dichtbij geland. Een persoon is heel dichtbij geland. Hopelijk heb ik alle spulletjes. Pak de first aid kit. Pak hem! Pak het t-shirtje. Pak hem! Pak het motorhelmpje. Pak hem! Zijn de wapens in de buurt? Pak ze! Oké, er komt iemand hier aanlopen. Waar is hij? Gewoon omdat ik geen rugzak heb, kan ik geen eens alle kogels voor die fucking AR meenemen. Dit is echt waardeloos. Een shotgun ook maar mee. Hier, ik heb... Oh my god, ik heb gewoon geen ruimte. Oh god, er zit een persoon hier. Hello. Can I pre-made? Sure. I lied so hard! Dank u voor het spullen. Ik hoop dat je boos bent. Ja, wat denk je nou? Dat ik jou, met jou ga teamen? Maar je had niks. En dat kon ik ook wel zien dat je niks had. Dus dat zou betekenen dat ik mijn waardevolle spullen moest delen met een kwakzalver zoals jij. Not gonna happen. Hier, hij heeft dit huisje ook al gecheckt. Er rust gewoon een vloek op dit huis. Want er is hier niks. Weet je wat ook zo leuk is? Zie je dat pistool geholsterd zijn? Ik heb geen eens een holster, dus hoe kan die geholsterd aan mijn heup zitten? Alsof er gewoon een soort klittenbandje zit of zo. Of gewoon dubbelzijdig plakband. Gewoon even plak en hij zit. Alsjeblieft, laat er nog niemand hier geweest zijn, want dit is echt gewoon een jackpot van spullen. Well, so far so good. Oh fuck, er is al een cirkel gezet. Ik had helemaal niet opgelet. Fuck, weet iemand tijdstip? Oh god, ik heb helemaal niet daarop zitten opletten. We moeten in ieder geval richting het zuiden. Oké, 3 minuten is het gas er. Dat moeten we op zich wel lukken. Dan moeten we eigenlijk gewoon lopen voordat het gas eigenlijk gestart is. Daarvoor moeten we net niet vertrekken. En als het goed is, komen we dan voor het gas uit. Volgens mij zit ik echt op een recordtempo al deze hockey's te checken, joh. Het is echt super snel wat ik allemaal doe. En ik heb ook het gevoel dat ik echt dingen over het hoofd zie. Maar hey, fuck it. Ik heb niet al te veel tijd namelijk. Oeh, een AK. Zullen we onze shotgun weggooien? Voor die AK? Ik wil het eigenlijk het liefste wel, want ik ben denk ik wat beter met die AK dan dat ik met een shotgun ben. Oh god, gas over 30 seconden. Ren maar gewoon, ren in. Fuck it. Oké, nee, wacht, die tas wil ik nog. Oké, nu kunnen we rennen! Gas! Oké, jongens, op het moment zitten we in E3, dus technisch gezien moeten we een beetje naar het zuidwesten. En hopelijk zal het cirkeltje niet eindigen in Pleasant Valley. Maar toen spotte hij in de verte een willekeurig huisje. Wat betekent dat? Zit er iemand in? Ja, je kan op allerlei manieren kan je het zo mysterieus mogelijk maken als je wilt. Maar ik garandeer je, er zit eigenlijk geen ene hond in. Niet dat er honden in dit spelletje zitten, maar het gaat even om het idee. Zullen we dan eens checken? Oké, even kijken onze voorspelling juist was. Want het gas komt eraan. Dit huisje valt niet in het cirkeltje. Dus waarom zou er hier in godsnaam iemand in zitten? Tenzij er iemand in zit die niet logisch nadenkt. Dat kan natuurlijk ook altijd. Maar de voorspelling was juist. Er is niemand thuis, dus wij kunnen verder. En volgens mij zie ik daar al een beetje stad in de verte. Dus eens even kijken. Ja, volgens mij zitten we goed.
Alright, flatgebouwtjes. Ik denk dat we D5. Ja, D5, we zijn veilig. Mooi. Dan kunnen we nu even op onze luie gat gaan zitten en wachten totdat de smoke eraan komt. I'll be damned. Ik doe gewoon eens een keer een fucking deurtje open van dit en er zitten gewoon kogels in. Bij deze daar niet. Er is in ieder geval een nieuwe cirkel gezet en we moeten fuck. Oké, wij zitten hier zo en we moeten gewoon letterlijk naar het zuiden. Nou, we kunnen weer gebruik maken van hetzelfde spleetje als het vorige potje. Zit hoogstwaarschijnlijk niemand hier binnen. Maar ik denk ik check het toch. Oh, nu ligt er een shotgun in plaats van een pistooltje. Geinig. First aid kitjes? Ja hoor. Dank u wel. Dat zijn er twee bij. 19 personen over. Oké. Top 20 gehaald. Get shrekt, sons of bitches. En ik heb er letterlijk niemand voor hoeven doodschieten. Er reed een auto. Oh my god. Ik zie de auto niet meer. Ik gluip wel even in een bosje gewoon vooruit. Weet hij dat ik er ben of niet? Oh, niet bewegen. Hallo meneer de auto, jij ziet mij niet meer, dus ik ga naar het volgende bosje. Want ik hou van blackberries. Oh god, hij staat nu bij dat huisje daar. Waarom de fuck zet hij niet gewoon zijn auto af en wacht hij gewoon? E6 zit ik trouwens nu. Bij het water ongeveer. Twijfelgevalletje. Ik ga wel iets meer naar het zuidwesten. Ook al doe ik dit niet graag, want dit is echt een klote gebied. Dit is echt een gebied waarvan je zit van... het is druk. En dat kan ook heel goed, want waar is die ene fucking auto heen? Oh god, we hebben het wel goed gedaan. Woehoe! Oké, even in het bosje even kijken waar we nu naartoe moeten. Nog meer naar het zuiden. Fuck sakes, dude. Oké, wat betekent dat voor ons? Gewoon letterlijk naar het zuid-zuidwesten. Wij moeten wel deels door het water, omdat ik echt... I don't know waar ik zit. Fucking hier of zo. Ik kan ook gewoon meer naar rechts lopen. Maar dan kom ik uiteindelijk over een weg zeker. En die weg zullen ze afsluiten. En er zullen auto's zijn. En het is gewoon alleen maar naar. Naar, gewoon bah. Dus als je het niet erg vindt, neem ik het water wel. En daar ergens zou dan die ene weg lopen, als het goed is. Nou, gegarandeerd dat dat veel drukker is dan hetgene waar ik nu loop. Nou, want zie je iemand om je heen? Oké. Echt op dat moment, toen ik het zei, werd ik beschoten. Oh god. Gelukkig kan die persoon niet schieten. Ik weet ook geen eens waar die vandaan schiet. Zo erg is het. Komt het daar vandaan? Ik weet het geen eens. Boeit niet, ik ben op het land. We kunnen wraak op die persoon nemen, want de kans bestaat dat die achter me aanloopt. Dus moet ik ergens verstoppen. Zoals, hey, blackberry bosjes misschien? En dan gewoon, dan komt hij aanlopen en dan bang, 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 bang. Nou, je snapt het idee. Wees één met de bosjes. Ja, ik zit pittig veilig. Kan nog iets meer naar het zuiden, maar het zal niet veel schelen met het randje. Oké, het zal wel heel veel schelen met die fucking bommenwerper. Ik wil gewoon niet in de lijn van de bommenwerper zitten. Ik ben er één keer door dood gegaan en dat is de meest verschrikkelijke dood wat men kan hebben. Volgende cirkel. Oh god, het radiostation. Oké, als dit een bebost gebied is, dan ga ik het liefst hier naartoe. Want ik wil gewoon niet bovenop de berg. Er wordt geschoten. Vanuit daar. Geloof ik. Alleen het was niet op mij. En dan zie je anders wel de stofjes bij mijn voeten omhoog komen. Maar niks. Airdrop. Oh god, ik kom op de lijn van de airdrop te zitten. Alleen of hij nou letterlijk hier in het bos zal droppen, dat lijkt me een beetje stom. Oké, er komt ook gelijk een bommenwerper achteraan. Oh god, ik hoop dat ik niet op de lijn zit. Ik wil hier niet zijn. Ik kan hem geen eens zien, ik hoor hem wel. Daar, heel! Ben je gek in je hoofd of zo? Dat is echt op het randje van het gas of zo. Dat is echt hier. Is dat niet een indicatie van, zeg maar, waar de cirkel zal eindigen? Dat zou nog best goed kunnen. Komt in ieder geval daar ergens schoten vandaan. Alleen ja, dus ik zie door de bomen het bos niet meer. Ik zie door de bomen de persoon ook gewoon niet meer. Alsjeblieft jongens, ik wil dat nieuwe cirkeltje. Want al is die bij die airdrop, dan weet ik waar ik moet zijn in ieder geval. Oeh, oeh, oeh. Ik ben aan het bloeden. En ik weet niet waar hij vandaan komt. Hij had in ieder geval een AK. Hij is dichtbij, hij is heel dichtbij. Kom op dan. Kom op dan. Kom op, first aid kit. Jesus Christ, ouwe. Dat moet hij echt serieus nooit meer doen.
Hij heeft een shotgun en een AK. Ik pak je AK-kogeltjes wel, oké? Dat is die. Een first aid kit. Ja, oh my god. Ja, die pak ik ook. Ja, oh my god. Alle first aid kits. Mooi. Thank you. I am going to the... Wat? Zuidwest? Ja, het is wel daar. Het is wel richting de airdrop. Oké, airdrop is een indicatie van waar de cirkel gaat eindigen. Theorie klopt. Oké, ik drop even een zoot kogels aangezien het fucking inventaris anders vol zit. Dus degene die gelukkig wil zijn met AK-kogeltjes, yo, ligt hier op de berg. Dit is in ieder geval nog het berggedeelte. Laten we zeggen dat het hier is. Dus we zitten echt op randje D8-C8. Wat? Nog een airdrop? Jesus, man. Die ene was nog maar net geland. Waar ga je droppen, mijn jongen? Let me know. Ik hoor daar ergens schoten vandaan komen. Waarschijnlijk bij die trailer of bij die caravannetjes. Oké, waar drop je? En dan ga ik gewoon daar achteraan, want dan weet ik dat daar de cirkel eindigt. Hé, hey, wat een toeval, richting het zuidwesten. Dun. Dus daar zal vast ook wel de airdrop zijn. Oh god. Als dit niet raak is, dan weet ik het ook niet meer. Kom op zeg. Oké, hij heeft me gezien. Kom op. Ja, die is zo fucking hard dood. Maar ja, wat verwacht je na 19 kogels op zijn mik te hebben geschoten? Dan verwacht je dat er inmiddels ook wel wat raak is hoor. En dat is nou exact wat ik bedoelde met het open veld. Het is echt een verschrikking wat dat betreft. Scrap of cloth. Kogels heb ik niet echt nodig. Geen first aid kits. Oké, we gaan verder. Ook al heb ik al 12 first aid kits, had ik hem technisch gezien helemaal niet nodig. Maar hey, a man's gotta do what a man's gotta do. Oh, daar is de airdrop en daarachter zit ook een persoon te schieten. Oké. Die gaat ongetwijfeld op die airdrop af. Zit ik al in de airdrop C9? Oeh, ik zit al in het juiste gedeelte. Maar dat pak is... Als de smoke gewoon even omhoog kan komen. Oké, de smoke is daar verderop. En daar is ook een smokeje. Yo, twee smokes? Smoke weed every day. Doe maar niet. Oh god. Ik hoorde daar ook schoten vandaan komen. I'm stuck in the middle with you. Ik weet niet, man. Het is echt... Het is niet zo fijn. Oké, het linker smokeje is opgehouden. Het rechter smokeje is aanwezig. Ik wil een bosje hebben, jongens. Ik wil in een bosje gaan zitten. Ja, er komen zoveel schoten vanuit dat bos, joh. Oh god. Het is zelfs ik word beschoten. Fuck. Oké, op de grond liggen. Op de grond liggen. Dat is mijn enige redding op dit moment. Raak me niet. Raak me niet. Raak me niet. Raak me niet. Oké, fuck it, I'm out of here. Fuck die airdrop, fuck alles wat erin zit. Fuck, fuckity, fuck, shit, fuck. Ik werd gewoon uit het fucking niks geschoten. Ik bedoel, mensen hebben fucking die snipers vanwege die drops. Ik kan in de caravan gaan zitten, maar kans is groot dat daar eigenlijk ook iemand in zit. Oké, misschien is het niet staan en bandages niet het meest wijze plan. Maar ik drukte één keer te veel op de knop, sorry. Man, open veld. Oh god, ik zie er één. Hij gaat terugschieten. Hij gaat terugschieten. Ga op de grond liggen. Oké, we zijn veilig. Bandage jezelf, want we zijn nog steeds niet 100%. Volgende cirkel is aan het oostkant. Come on, come on, come on. Bommetjes, pas op. Woe. Hij gaat terugschieten. Hij schiet terug. Hij ligt op de grond, maar ik zie je. Oké, er zit blijkbaar een steen voor, want ik kan hem niet raken. Dat is enigszins best wel bullshit. Want die is blijkbaar dan nog niet gerenderd of iets. Terwijl ik hem gewoon echt overduidelijk daar zie liggen! Oké, hij loopt weer. Hallo meneer, loop weer. Ik zie je. En jij gaat mij ook zien. Hallo. No, shit, in mijn rug, in mijn rug, in mijn rug. Shit, 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 shit. Vanwege de, van de camper. Sowieso. Dat is zo naar, hè. Kom op. Kom op. Oké, van twee kanten. Dit is zo naar. Ga op de grond liggen. Fucking hell. Van twee kanten belaagd. Ga iemand anders... Ga je moeder pesten of zo. Oké, het bloed is opgehouden. Maar ik moet nu echt richting het oosten. Smoke komt eraan over 30 seconden. Ja, hij zit er nog steeds. Ja, jij hebt een AK. Jij kan me niet raken vanaf daar, makker. Hij daarentegen wel.
God, ik heb hem echt flink geraakt. Moet wel. Gaat hij nu op die andere af? Why are you going to... Oh my god, ouwe. Dit is zo naar dit, hè. Oh my god, ik bloed heel erg. Bandage, 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 come on. Ik hoop serieus niet dat het gas in mijn nek komt. Dan ga ik echt huilen voor mijn leven. Oké, maar wij hebben nu een hele tijd een battle gehouden, right? Waar de fuck is die andere dude? Er zijn nog twee personen naast mij over. Eentje zit daar. Waar is die ander? Oh god, smoke komt eraan. Oké, ik zit blijkbaar nog veilig. En nu heeft hij de camper. Volgende cirkel richting het zuiden. Dat is daar naartoe. Daar is niks! Dat is gewoon open! Oké, hij schiet nu wel op mij. Dit kleine cirkeltje kan je niet menen, right? Oké, make a run for it! Achter de stenen en wel! You're not gonna hit me, want ik heb manoeuvres. Manoeuvres, manoeuvres. Hele mooie manoeuvres. Waaah! Zit hij nou met zijn AK, by the way, te schieten? Hij... Volgens mij waren dat een paar schoten in je balzak, man. Oké, als het goed is, zit ik hier echt veilig. Ik zit in het vrijwel meest zuidelijke puntje. Oeh, dude is gekilled door de environment. Dat was die een andere. Oké, het is een 1 tegen 1 tegen die persoon daar. Ha, even een slokje drinken nemen. Lekker hoor. Ja, ik wacht het volgende cirkeltje eigenlijk wel af. Dat vind ik eigenlijk wel best. Dan zal je zien, zal hij nu echt opeens gaan flanken of zo. Maar dat denk ik niet. Al is hij slim, blijft hij in de camper? Ik weet niet wat het beste is in zijn situatie. Want via de muur flanken, dat lijkt me raar. Dat zou niet logisch zijn. Dus dan zou hij het al via het veld moeten doen. Maar hij zit gewoon achter de truck daar. Hij gaat waarschijnlijk achter die steen proberen. Surprise, motherfucker! Oké, blijkbaar is daar ook gewoon een steen. Dit wordt echt zo'n fucking... cartoon battle gewoon. Elke keer een steentje en dan omhoog. Maar ik zit zuidelijker dan hij. Dus als het goed is, hoef ik niet te bewegen. Al moet ik wel bewegen, ben ik echt ongelooflijk de lul. Oh, smoke komt wel erg dicht bij hem. Ja, hij krijgt de smoke in zijn nek. Oké, first aid kit. Go! Oké, ga weer op de grond. Hij raakt in paniek namelijk. Come on! Ja hoor! Wie is hier de fucking winnaar? Geduld is alles! Good game, good game, good game. It was fun. Yeah, I know. Woo! Jezus! Jezus! Oh man, maar... Ja, de smoke kwam er echt aan bij hem. Ja, hij zou dan in de smoke zitten hier. Ja, oh my god. Fuck yes! Ik ben zo blij dat ik de ene stap hier achter de stenen heb gemaakt. Dat is gewoon... Dat was de winning move. Spelletje, wat gun jij mij? Een shirtje, een tasje, een airdrop ticket en een event ticket. Dank u wel en jij ook bedankt voor het kijken. Vond jij dit een leuke video? Beloon dat dan zeer zeker met een duimpje omhoog. En dan zie ik je graag terug bij de volgende H1Z1. Doei doei!